ook in, wat gebeurt er? We zijn van oude pallets zijn we nieuwe meubels aan maken voor de school. Want de school was eerst best wel saai en met nieuwe meubels zijn we op een pimpen. We hebben, vorige week hebben we kleine 200 pallets hebben we naar binnen gedragen met verschillende klassen. En we hebben, deze week zijn we begonnen met eerst wat materiaal loshalen. Planken loshalen, balken loshalen. Daarna zijn we in etappes, een soort fabrieksvorm, zijn we gaan werken. En uiteindelijk hebben wij een resultaat dat we verschillende 6 bankjes hebben gemaakt. We hebben 3 stoelen gemaakt. En we zijn nu nog bezig met, zoals je hier kan zien, met 4 verschillende bankjes. Hoi Dylan, wat zijn jullie hier aan het doen? Wij zijn de school aan het pimpen en ik doe met een groepje bistrotafels verven en stoelen pimpen, want die komen in de chillruimte. En vind je het ook heel leuk om te doen? Ja, het is wel leuk, want je ziet de creativiteit van leerlingen. Leraren zie je anders dan in de les. En verder is het voor mij natuurlijk ontzettend leuk om op deze manier eens contact te hebben met ze. Want je kunt nou natuurlijk op een heel andere manier met ze omgaan. Ja, de leerlingen hebben zelf een tekening gemaakt en die hebben echt gevraagd, we willen een ruimte waar we ook lekker kunnen chillen. Dit was eigenlijk voor ons gedacht, er wordt nog een fitnessruimte. Maar nu hebben we dat even samen gedaan en dan komt aan deze kant hier komt de beetje chill gedeelte. En hier achterin gaan we straks de fitnessapparatuur zetten. We proberen ook nog een Kinect game, misschien een Wii, dat kinderen hier ook toch ook sportief bezig kunnen zijn. Your mind.